Een tiental jaren is rallycross, mede dankzij de televisie, zeer populair geweest in Nederland. We hadden verschillende Europese kampioenen, waarvan de Eindhovenaar Jan de Rooij wel het meest bekend was. Als een der eerste landen in Europa konden we over een permanent circuit beschikken, het Eurocircuit in Valkenswaard. Rallycross is een kruising tussen rallyrijden en race op een circuit. Rallycross dankt zijn populariteit aan het spektakel. Licht duwen is toegestaan, hetgeen vooral bij de start regelmatig gebeurt. Het wegdek van een rallycross-circuit is gedeeltelijk asfalt en gedeeltelijk onverhard. Daardoor zijn er veel gecontroleerde en ongecontroleerde glijpartijen, veel stof en veel spektakel. Sinds 1979, na een onderbreking van een aantal jaren, is Jan de Rooij weer Nederlands rallycross-kampioen. Wie is Jan de Rooij? Geboren in Eindhoven, transportondernemer. Sinds, ja, 8-9 rallycross, waarvan 4 Nederlandse kampioenschappen in Europees, wonende de Zon in Noord-Brabant. Jan de Rooij is nog steeds een man met een ongekende inzet. Hij beschikt over een enorme ervaring en weet als geen ander wat rallycross is. Rallycross verleden. Rallycross zeg ik simpel, het is een explosie van 2,5 of 3 minuten. Dat is eigenlijk heel het rallycross gebeuren. Het is nogmaals, de start een heel vlaam punt. Nou, in 2,5, 3 minuten moet alles in een keer alles of niets. Dat is eigenlijk simpel rallycross. Voor Jan de Rooij is het inderdaad allemaal even simpel. En daarbij spreekt zijn routine in het rallycross natuurlijk mee. Bij een rallycrosswedstrijd wordt er in de ochtenduren getraind voor de startopstelling tijdens de wedstrijd. Een wedstrijd bestaat uit een aantal manches, meestal 3, waarin 4 tot 6 rijders tegen elkaar uitkomen. Aan het eind van de dag wordt er een algemeen klassement opgemaakt. Een rallycrosscircuit dient minimaal 800 meter lang te zijn en maximaal 2 kilometer. De breedte kan variëren van 10 tot 16 meter. Minstens 35% van de totale baan moet asfalt zijn. 35% moet gras, zand of kiezel zijn. Te laat met remmen hier. Heel jammer. Inderdaad, heel jammer voor ovalracer Theo Bom. Maar het aantrekkelijke schouwspel van rallycross blijft toch dat er van alles mis kan gaan. Hij doet het nog. Gelukkig, de toeter doet het nog. Soms gaat het allemaal heel snel. Zelfs wel eens te snel, waardoor de gemoederen nogal eens hoog kunnen oplopen. Wie heeft dat gedaan? Ja, Johnny Rijs, die duikt me helemaal op. Kom op. Ga de tering leiden. Het is de spanning, zullen we maar zeggen. Hier het bewijs waarom in iedere auto eigenlijk een gelaagde voorruit zou moeten zitten. Had Ron van Savoye een normale voorruit gehad, dan was dit ongeluk zeer waarschijnlijk toch minder goed voor hem afgelopen. Ten einde iedereen aan ons programma te laten blijven meewerken, werd er in de nachtelijke uren door de monteurs een huzarenstukje uitgehaald. Met 6 man ging men een normaal gesproken totoloswagen te lijf, waarbij de meest onverwachte lichaamsdelen gebruikt werden.